laten we eerst even de kaartje instellen. Voordat wij gaan beginnen. Train number 1641 is een regional. Stock info doen we alleen. Wagons. En dat is de RHP. Als het goed is, komt het kaartje ook online. Ja. Nou, je kunt in ieder geval ook live meevolgen. En let's begin. Hello driver, prepare the train. Open the doors, departure is at 14:48. Dus we hebben nog 2 minuutjes. Voordat wij gaan vertrekken. Nou, even een kleine... Wat hebben we bij ons? We hebben de Allegra natuurlijk bij ons. En wagonnetjes. Dit zijn niet de Bedina-rijtuigen. Dit zijn de rijtuigen uit pakket nummer 2. Die zijn toegestaan op deze route. Dus alleen achterste mensen achterin kunnen niet instappen. Maar oké. Voorzichtig bij het instappen. Dank u. Ik wist niet dat ze aan het water lag. Oh. Ja, hier. Dat meertje hier. Ik hoor wat. Gewoon het meer van St. Moritz. Oh, dat is geweldig. Doe het er eens. Wil jij hem toe te horen? Je krijgt een schreeuw van mij. Lol. RPS. You may depart. Watch out for request stops. Request stops zijn totaal random. Let's go. Dames en heren, welkom aan boord van deze Bernina-baan. Deze is samen met de Albula-baan deel van het UNESCO Werelderfgoed van de Rhenische baan en voert van St. Moritz via Pontresina, Boschiavo naar het Italiaanse Tirano. Oh, je hebt de eerste duct tape te pakken. Oké. Okay. Maar goed, we zijn het tunnel ingedoken. Zo erg luid. Duct tape hype. Yes indeed. Ik heb de streamgeluiden even gemute, want anders hoor ik mezelf dubbel. Ja, dat lijkt me inderdaad wel handig. Maar dit is de hele route. St. Moritz hier in het noorden en Poschiavo in het zuiden. Er is een uitbreiding met de Albula-lijn. En ik hoop dat er nog meer uitbreidingen komen, zodat het hele netwerk aanwezig is. En Cleo plakt de mond dicht van Martijn. Tot, pak 20 rollen duct tape.
zand in optrekken naar 40. Heb ik een request op? Op dit moment nog niet. Dames en heren, station Kederina staat. Mocht u willen uitstappen, drukt u dan even op de stopknop. Mocht u na het uitstappen weer willen instappen, drukt u dan even op de stopknop op het perron. Te stappen vandaag. Ik hoor een zucht. De omroeper is teleurgesteld. Mark, goedenavond en welkom. Welkom op de Bernina-baan. Met omroepen. Nou, 4,5 uur bezig. Oh mijn god, heb ik dat weer ingesteld. Oké, reset. 16 minuten 15. 16 minuten 20, doe maar. Scherp opgemerkt. Zometeen station Pont Moragel staat. Mocht u willen uitstappen, drukt u dan even op de knop. Slot de deur uit, springt uit de trein. Wilt u alstublieft niet de deuren gaan slopen? En we kunnen doorrijden. Stop, alweer niet. De omroep klinkt wel erg teleurgesteld. Moet ik wel in 4 talen doen? Nee, vandaag speciaal voor jullie een Nederlandstalige tour. Is trouwens het volume een beetje goed op de stream? Is die goed te horen? Gelijk met de game. Oh. De stream wil ik op Polen toe. Als er een route in Polen is, misschien wel. En Mark Stelling, goedenavond, good evening en welkom. Zou ook mogelijk moeten zijn. Alleen niet door mij. Dames en heren, binnen enkele minuten bereiken wij station Pontresina. Reizigers voor de richting Samedan, Skouratarasp, Bergün, Filizor, Hoer. Hier graag overstappen. Uw trein vertrekt van spoor 1.
de Pontresina, zal het u misschien kunnen opvallen dat er twee verschillende bovenleidingsspanningen zijn. Te weten 11.000 volt wisselspanning en 1000 volt gelijkspanning. Na een stop van enkele minuten zal deze trein zijn rit vervolgen in de richting van Tirano. Nice. Volt meter er tegenaan. Dat is volgens mij een beetje gevaarlijk, Stefan. Kom er maar in met omroep. Dames en heren, hier volgt een speciaal bericht voor reizigers in de achterste rijtuigen. Let u alstublieft op bij het uitstappen, aangezien onze machinist eerder gestopt is dan de bedoeling was. Hey! Waar zit die omroepen? Hij wil niet veel zeggen hoor, maar staat netjes op het perron. Hoezo? Wel buiten de marker. Ja, nou en? Oh, dat is geweldig. We hebben alleen een enorm lange stop. Ik denk dat hij had verwacht dat we moesten stoppen onderweg. Want dit is gewoon echt de stop, zeg maar, op dit stuk. En op de andere routes, de request stop, die zijn totaal random in deze trein. Ik heb een scenario vergeleken met de career scenario met dit scenario. En in de career scenario zijn geen specifieke markers voor stoprequests. Dus op een of andere manier detecteert hij dat er een station is of zo of iets. En dan laat hij me stoppen. Of het zit in de route. Ik denk dat het in de route zit. Maar... Ik heb wel markers gezien terwijl ik zelf met de scenario bezig was. Ja? Okay. Scenario's met een grote R erop, geloof ik. Oké, ja, in ieder geval in het tijdschema zag ik niks specifiek staan. Dus nee, dat klopt. Dan denk ik dat het inderdaad een in de route dan zit. Blame who knows what I mean. Who I mean? Oh, who I mean. Oh, sorry. Ik had het verkeerd gelezen, blame me. We hebben geen zwangsbremsing in deze trein. Kijk, belt u omhoog. Nou, waar zijn hier de bovenleidingsspanningen? In de draad. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Oeh, moet je eens kijken wat een mooie lok. 100 jaar bevers kool. Martijn legt de betekenis van de seintjes is wat jij. De omroepen heeft tijd zat. Welke seintjes? Twee keer wit horizontaal is stoppen. Twee keer wit schuin is veilig door. Denk deze met die pijl. Oh, dat is een rijrichtingssein. Want er staat maar één vertrekssein aan het einde van het perron. Deze. Oh, ik heb trouwens voor deze overwegen, er zit geluid bij. Ik heb het gehoord. Maar gaat alleen maar zo totdat die dicht is. En als de game nog genoeg audio over heeft, audio resources. Als die niet heeft, dan hoor je geen geluid. Arme mensen, die hele overweg ligt minutenlang dicht. Ik denk dat de trigger een beetje ver weg ligt.
Tom, goedenavond en welkom. 2,7 seconden vertraging. Stefan, zolang jij een goede internetverbinding hebt, je kunt zelfs, ik heb transcoding, dus je kunt ze omlaag zetten. Dan zullen ze nog een korte stream delay moeten zien. Gooit de omroepen de trein uit. Lijkt me niet verstandig hebben. Ik ben alweer ingestapt. Zo. Ja, maar het wordt met de week minder. Pokchamp. Nou, we mogen bijna vertrekken. Over 2 minuten. Dan al. Oké, deze wagons die hebben allemaal een view. Dat is een view. Deze heeft alleen de achterkant. En de Bernina rijtuigen hebben maar 1 van de rijtuigen hebben een view. Jeppa, goedenavond en welkom. Voor de reizigers die zojuist zijn ingestapt, nogmaals hartelijk welkom op de UNESCO Werelderfgoed spoorlijn van de Rhetische baan in de richting van Tirano. Met hellingen tot wel 7% is dit de steilst mogelijke helling die zonder tandrad genomen kan worden. Gids aan boord. Yes indeed. Binnen nu en een minuut zullen wij onze reis gaan vervolgen in de richting van Surovas, Mortaraj, Ospicio Bernina, Alpgrüm, Poschiavo, Brusio en Tirano. Let's go. Misschien handig als ik even de rem eraf haal. Zo is de omroep ook een keer leuk. Live omroepen. En Cleo hangt de conducteur buiten het raam. Toch nog iemand die het leuk vindt. Vandaag de Dam tot Dam loop gedaan, maar binnen zijn kapouw. Oeh. Druk bezig geweest. Gaming Speed 10, goedenavond en welkom. Ik zag je follow nog van dat was vanmiddag of gisteren. En we gaan klimmen. Hoop ik dat we nu wel request op tegenkomen. Rut 139 in een kwart uur. En onze omroep is 200 uurtjes in de stream, bijna 201. En David 382, Cleo 312 en Hovert Junior bijna 87. En Stefan 129 en ik wat raak ook oververhit, ja. Ja, pas 148 en de volgende die leest hem maar zelf. Ja. Dames en heren, zometeen station Surovas. Mocht u uit willen stappen, drukt u dan even op de knop. En mensen willen uitstappen.
Jep, hij drukt al de stopknop en gelijk gaat dat ding aan, piem piem. Oh, mensen willen ook instappen, zo te zien aan de lamp hier. Die rem doet niks. This train is basically a bus. Oh, geweldig. Ik denk dat het perron links is. Waarom gaan de deuren rechts open? Maar goed. Dames en heren, vanwege een perronstoring dient u vandaag aan de andere zijde van de trein uit te stappen. Onze excuses voor het ongemak. Nou ja. Even een lekker snel stukje. Oeh, mooi brug. Lekker snel 65 km. Lekker. In dit scenario wel. Dele Ertka, goedenavond en welkom. Je hebt een vraag gesteld. Welke vraag heb je gesteld? Ik zie geen vraag. Gaming Speed. Alleen maar een broer en vervolgens ik heb een vraag gesteld. Tjop Tjop is aanwezig. Marco de Beek, goedenavond en welkom. Maakt echt geluid. Oh ja, die heb ik gezien, maar dat is niet echt een vraag. Kedenk, 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 kedenk. Hashtag blame Stefan. Oh jee.
Raj. Ongeveer 1,3 kilometer. Ik heb je Truck Simulator toe. Nice, geniet ervan. Dames en heren, zometeen station Mortarage. Mocht u willen uitstappen, drukt u dan alsjeblieft op de stopknop. Dat hebben ze al gedaan. Oh. Rob Wizard, welkom en thank you for the follow. Was the route like? It's an excellent route. Such as it is from Thompson. Reizigers voor de Mortarage-gletsjer, hier alsjeblieft aan de linkerzijde uitstappen. Yes, it's a very nice route. I personally can recommend it even at full price. It's a very fun drive. And if you have the Ombula line, there's a workshop route that connects it to here, to the north side, where the Porto Norte is. Then you can get all the way to this. Deuren zijn gesloten. Let's go. Dames en heren, als u zometeen naar de rechterkant kijkt, ziet u de wereldberoemde Mortarage Gletsjer. Met daarboven de toppen van het Bernina Massief. Op. Dat vanaf hier de hellingen van de spoorlijn kunnen oplopen tot maximaal 7%. Dat is lekker stijl zometeen. En Marco de Beek, bedankt voor de follow. En welkom. De spoorwegovergang die wij zo zullen kruisen, is de enige weg naar de Bernina Pas en wordt vaak zomers veel gebruikt door motorrijders om een wedstrijdje te houden met de trein. Als u achter u kijkt, zult u de achterkant van uw trein zien, of als u achterin zit, zult u de voorkant van de trein in dezelfde bocht kunnen zien.
Wat is de bovenste raalbeste is? Hij is niet zo interactief. De boogstralen op deze lijn hebben een minimale waarde van 70 meter. Nou, alsjeblieft, zeer interactieve stream. Hier volgt een rectificatie op het voorgaande bericht. De minimale boogstralen zijn 45 meter. Volgens mij is het een bandje. Hey. En Cleo. Waarom komt hij daar niet? Een donatie van 7 euro. En ik zie alleen de melding nu niet. Waar is de melding? Waar is de melding? Waar is de melding? Pauze. Melding. Donatie van 7 euro met ja, nu een echte conducteur aan boord. Nice. Bedankt Cleo. Dank voor alle support. En inderdaad een echte conducteur aan boord. Snel alleen mag over naar 50. Alleen controleert deze geen kaartjes. Zwarte rijders, u hoort het. U krijgt geen boete. Ik denk dat motorrijders in dit stuk een sneller zijn hoor, met 50. Rob die rijdt altijd zwart bij RJ. Oh jee. 65. Tractie. Bernina Swartz. Over 750 meter. Dames en heren, zometeen station Bernina Suwot op een hoogte van 2046 meter boven NAP. Dit betekent dat wij al bijna 300 meter zijn gestegen sinds station Pontresina. Mocht u hier willen uitstappen, drukt u dan alstublieft op de stopknop. Klopt, geest. Wat? Wanneer ik ren, dan klopt, geest. Oh jee. Geen haltewens. Racers die zometeen willen overstappen op de kabelbaan naar het Bernina Massief. U kunt zo uitstappen te station Bernina Diavolezza. Let u bij het uitstappen alstublieft op, aangezien er een spoorwegovergang midden in het perron zit. Dank u voor uw medewerking. Een spoorwegovergang in het midden van het perron. GG. Linker, goedenavond en welkom op de Ruggen. Het Stefan-type virus. O jee. Uh-oh. Hebben we al de inenting gehad? En mensen willen uitstappen.
Dan moet je niet afremmen. Ik geef ze geen ongelijk. U hoort het, u kunt hier het beste uitstappen. Ja, ik zit in de voice. Restaurant Piste. Daarom zit er dus een overweg. Paarrijtuig. Hebben we die? Meneer de machinist? Volgens mij niet. Oh. Nee, zo te zien niet. Bestaat die wel überhaupt? Ze bestaan wel. Ja, in de game. Oh. Rob, die zegt meer. Deze Let's wel. Go. Let's go. Dames en heren, het is zometeen Bertina La Galpe. Mocht u willen uitstappen, vergeet u dan niet op de stopknop te drukken. U kunt hier overstappen op een andere kabelbaan hoog de berg heen. Hopelijk heeft u wel een warme jas bij u, want het is koud boven. Excellent advice. Dit hebben met een klats batsen omdat het weer aan het slopen is. Okay. Waar kan ik je host op te bezoeken? Dat kun je doen via de chat in je eigen chat / host Rob Jansen. Maar als je zelf eigenlijk niet streamt, heeft dat niet veel zin. En als u links kijkt, ziet u de auto's inspawnen. Tegen een trein. En Etienne, goedenavond en welkom. En we hoeven hier niet te stoppen vandaag. Niemand heeft zijn winterjas bij zich. Volgens mij niet, nee. Screenshot van de conducteur. Nog 3 weken en je strekt van mij. O jee. Ik herken dit station. Zegt, maar oké. Okay. Volgens mij gaan wij omhoog.
geleveld oud hier. Daar ging afgelopen vrijdag iets mis. Nog steeds niet. Nog steeds 2% omhoog. Kijk, klein huisje. Nou, de scenery aanleggen is hier een stuk moeilijker vanwege dat er zowat geen bomen zijn. Dames en heren, binnen enkele minuten bereiken wij het hoogste punt van de route. Live commentaar van Marty W. Hoe weet je hoe de omroeper heet? Gaming Speed, deze is te koop op Steam. Kost €30 deze route. Die stem herken ik uit duizenden. Beste reizigers, na het passeren van de lawinegalerij zult u zien aan de rechterkant dat er een waterscheiding is. Het water aan de ene kant zal uiteindelijk in de Zwarte Zee uitmonden en het water aan de andere kant zal in de Adriatische Zee uitmonden. De omroep is robotic geworden. Mark zegt mooi, hij is kapot. Even een fix doen. Awaiting endpoint. Testing. Beter? Ja, beter. Live omroep has resumed. Dames en heren, als u zo meteen aan de rechterkant kijkt, ziet u een waterscheiding. Het water aan de ene kant zal uiteindelijk de Zwarte Zee instromen en het water aan de andere kant de Adriatische Zee. In werkelijkheid staat er ook een bordje wat duidelijk fotografeerd is vanuit de trein. In de rijrichting aan de rechterkant. Maar helaas ontbreekt deze route. Inderdaad. Maar... de omroep staat op repeat. Oh, geweldig. Wie heeft de drukte van de speakers gehaald voor even dingen weer? Tom, u plakt geen duct tape op de speakers. Was Pisio Bernina. Ja,
Beste reizigers, het volgende station is Hospicio Bernina. Uitstappen aan de linkerzijde. Hospicio Bernina is het hoogste punt van de route op een hoogte van 2253 meter boven zeeniveau. Als u goed kijkt, ziet u op het stationsgebouw van Hospicio Bernina de stationsbellen. Deze zijn nog steeds in werking. En aan het melodietje dat zij spelen, kun je horen of er een trein naar komt en van welke kant hij komt. Waarschijnlijk hier in de route niet, maar... Scenario is op de workshop te vinden. Dus dan moet je de route kopen op Steam. En dan kun je in de workshop subscriben voor het scenario en dan download die. Het gaat nog 39 uurtjes. Ik denk dat we ervoor hebben en 11 uur precies voor Ruben en Etienne 25,5 uurtjes. En onze omroep is 201 uurtjes precies in de stream. Dames en heren, dit is geen stop op verzoek. U hoeft niet op de stopknop te drukken. We staan al stil. Oh. Waar zijn de bellen dan? Onder het bordje. Onder het blauwe bordje. Op het stationsgebouwtje. Oh, deze! Oh. Ik zat te hoog te kijken. Mooi zo. Let's go. Nou, we zitten al zo wat op 2/3 van de route. Ik denk het niet. Drie keer raden wat ik net heb gekocht. Jeppa, deze route. Moedig Augsburg. Had je die nog niet? Natuurlijk wel. Ja, dit is ook een zeer mooie route, ja. Oh, het is plat hier. Ik rij hem af. Heb de Berliner Ballenbaan gekocht. De Bitter Ballenbaan. Hebben heeft kassen en gebak. Wat heb je te vieren hebben?
Ja, we gaan er weer van de Rumpen. Bedankt dat je er was. Nog een fijne avond en tot de volgende keer. Niks. Ik heb een paar gehaald en ik kreeg niet op. Ah, oké. Okay. Dat is mooi. Gaan we nu zo rijden. Nice. Ik denk dat hij echt van gaat genieten hoor, van deze route. Staat hier Hartswijk te schreeuwen voor aandacht? Ik zou je Hartswijk gewoon lekker op vrijdag doen, dan heb je het hele weekend voor jezelf. Fortnite. Ik speel Fortnite en dat soort type games, die doe ik niet. Interesseren me eigenlijk niet echt gigantisch. En we gaan naar beneden. De daling is ingezet. Hoe krachtig zijn deze remmen van deze trein? Tunnel. Dames en heren, beste reizigers, de lawinegalerij waar wij nu doorheen rijden is gebouwd ter bescherming van de trein en de infrastructuur bij hevige sneeuwval. Speelt alleen Tristel Eurotruck. Ik speel veel meer games, waaronder Spin Tires, Farming en ja, wat andere games, andere type games. GTA 5 heb ik ook, ja. Maar ik speel het niet online. Dan zei ik al bezig met GTA 6. Ik verwacht het niet, Jip, maar volgens mij wordt GTA 5 en eigenlijk GTA Online zo uitgemolken dat het hele concept GTA straks er niet meer is. Dames en heren, beste reizigers, zometeen station Alpgrüm. De Alpgrüm heeft een prachtig uitzicht op het Poschiavo-dal, alsmede op de Palu-gletsjer. Alpgrüm is een zeer afgelegen station, wat alleen zomers op andere manieren dan de trein te bereiken is en in de winter slechts per trein. Alpgrüm ligt op een hoogte van 2091 meter boven zeeniveau, wat inhoudt dat we in de afgelopen 5 minuten al bijna 200 meter gedaald zijn. Na Alpgrüm maken wij een mooie 180 graden boog, van waaruit u, als u aan de linkerzijde kijkt, een schitterend uitzicht heeft over het dal. Martijn, is er soundboat of northbound het leukst? Geen antwoord dus. Want allebei is even goed. Dat iemand op de stopknop gedrukt zou hier moeten stoppen. Volgens de scenario-lijst.
per Lida Express rijtuigen. Keer een stream of opname GTA 5 multiplayer willen maken. Ik, zoals ik zei, ik doe multiplayer doe ik eigenlijk niet. Misschien is het wel een idee voor de mensen die het een keer hebben, maar niet. We zijn hier 2,5 minuut te vroeg. En weer storing op de lijn. Wat had de omroep ondertussen gezegd? Helemaal niks. Oh. Maar ik hoorde ineens robot voice. Oh jee. Moet je toch eens kijken wat voor afdaling we zo meteen hebben, mensen? Als u recht vooruit kijkt, ziet u het volgende station al liggen. Recht vooruit. Vanuit de rijrichting van de trein. Daar beneden? Daar, ja. Oh. Dit lijkt wel een beetje op die view die ik had op Spa, alleen dit is wel iets verder. Iemand nog wat paaltjes hebben? Boomstammen eerder. Oeh, kijk dan toch eens. Wat heb ik hier niet goed gedaan dan? Was ik te laat zeker? Nou ja. Deze porten doen me denken aan iets. Ik heb geen idee. Ik wel. Wat dan? Testritjes. Dat je uit de bocht vloog? Yep. Oh jee. Met een late night stream van Marty. Oh, is die highlight die ik heb gezien? Met die Amerikaanse lok. Het bleef wel mooi aan elkaar zitten hoor. Spiraal de rot. Nou, we kunnen bijna weer gaan. Volgende scheduled stop zal onze eindstop zijn. Om 16:22, dus nog meer dan een half uur. Voor 16 kilometertjes. Alle mensen ingestapt? Dan gaan wij. Dames en heren, wilt u niet te veel door het gangpad lopen? We gaan hier nogal heen en weer. En de Rhenische baan houdt zich niet verantwoordelijk voor enige verwonding tijdens het lopen door de trein. Dank u wel. Oh, de Rhenische baan houdt zich ook niet verantwoordelijk voor het verliezen van camera's of andere spullen door de open ramen. Oké, dit is gewoon geweldig. Dit is wel erg krap, dit spoor hier. Yeah.
Stilstand in 0,0001 seconde. En tot met 286 uurtjes. Dames en heren, beste reizigers, als u links kijkt, ziet u de Palu-gletsjer. En het bijbehorende gletsjermeer. Ik zie alleen maar grond. Oké, domme vraag incoming. Pinina Express heeft geen haltewoens, toch? Nee. Waarom in deze route dan wel? Express-trein heeft geen haltewoens, de lokale trein wel. Oké. Kijk toch eens, wat een uitzicht. Dames en heren, als u rechts kijkt, ziet u nogmaals het eerder genoemde gletsjermeer en de bijbehorende gletsjer. Als u links kijkt, ziet u een muurtje. Dat loopt. En we gaan weer een tunnel in. Verjaardag gisteren? Nice, gefeliciteerd nog, Hoffie. Als u rechts kijkt, heeft u weer een prachtig uitzicht. Als u links kijkt, heeft u ook een mooi uitzicht, maar iets minder mooi dan als u rechts kijkt. Hey! Wat is er? Willen passagiers niet door het raam naar buiten leunen? Dames en heren, deze trein is voorzien van glazen ruiten. Wilt u bij het fotograferen deze alstublieft niet uit de trein gooien? Dank u wel. Oh, speciaal voor mij zeker, hè? Zitten mensen mij te begluren? Doe de rolgordijntjes dan dicht. Werkt niet. Zijn kapot. En we gaan weer een tunnel in.
Ik dacht dat de conducteur wel iets zal vertellen over de omgeving, maar nee, hij valt in stilte. Is het toch alleen maar voor de station? Of mag de omgeving ook wel? Dames en heren, als u links kijkt, ziet u bomen. Even een deurtje openen. Ja, ik zie bomen. Dames en heren, als u rechts kijkt, ziet u rotsen en bomen. Wat een wondervol uitzicht. Flamperen, ruim minder. Conducteur, ik krijg een oproep door dat het achterin erg koud is in de trein door een raam die eruit is gevallen. Oh. Dames en heren, mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid om foto's te maken zonder reflectie van de ramen, gelieve dan gebruik te maken van de ramen die open kunnen. Of maakt u gebruik van onze speciale open panoraam zonder ruiten. Deze staan in de dienstregeling vermeld en daar kunt u zonder enige toeslag gebruik van maken. Dank u wel. Hier volgt bovendien een herhaling van het voorgaande bericht. De Rhetische Baan is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van camera's, mobiele telefoons of andere spullen die uit het raam gegooid worden. Als men niet voor tassen, jassen, hoeden, petten en allerlei andere spullen die uit de trein gegooid kunnen worden. De mogelijkheid bestaat wel dat u een boete krijgt voor het bevuilen van het berglandschap. En die zal deze vast niet mals zijn. Deze is niet te declareren bij de Rhetische Baan. Na het passeren van dit mooie viaduct in deze boog en de lawinegalerij bereiken wij binnen enkele minuten het station van Cavaria. Mocht u gebruik willen maken om hier een wandeltocht te gaan maken, drukt u dan even op de rode stopknop aan het einde van de coupé. Anders zal deze trein niet voor u stoppen. En daar heeft iemand gedrukt. Ja, dat zeker. Dit is inderdaad een scenario workshop van iemand die meerdere scenario's heeft geüpload, de RHB-routes. Dames en heren, hier volgt een speciaal bericht voor de reizigers in rijtuig 4. Je kunt bij de conducteur een prikker ophalen om alle snoeppapiertjes en andere rotzooi langs het spoor op te gaan ruimen. Dank u voor uw medewerking. Dus, wie heeft er gesnoept? Hebben? Nee. U mag geen ramen slopen uit de trein.
Drie lijstjes zijn te huur bij de Rhetische baan. En kosten ongeveer 50 frank per kwartier. Als u goed kijkt, dan ziet u daarboven ons station liggen, denk ik, bij dat huisje. Inderdaad. En dat is een flinke rit naar beneden. Maar goed, let's go. Steeds 30. Komen elkaar zo tegen. Toch niet op een enkel spoor, hè? Waarschijnlijk wel. Jeppa! Zoals ik gisteren had. Dat was voor scumbaggery. Ik mag een heel klein stukje 45. Maar ik moet gelijk vragen voor remmen naar 30, dus we gaan niets optrekken. I like this where this is going. Oh jee. Dames en heren, zometeen zal de trein een scherpe bocht naar rechts maken en flink gaan dalen met een helling van 7%. U heeft zometeen, als u aan de linkerkant gaat zitten, een prachtig uitzicht op de vallei van Poschiavo met op de achtergrond het meer van Poschiavo. Wij willen u bij deze waarschuwen om uw camera en andere voorwerpen niet te ver uit de open raam van de trein te houden, aangezien deze anders wel eens zouden kunnen sneuvelen. Volgt een mededeling voor de reiziger aan de linkerkant in rijtuig 2, genaamd Stefan. U wordt verzocht bij de eerstvolgende overweg uit te stappen en alle ramen te verzamelen. Deze trein moet namelijk nog langer mee dan vandaag. Dank u wel. Ik voorspel een kapauw straks, want Jeppa komt richting ons. Dames en heren, als u zometeen een raar gevoel heeft in uw rug, ontspant u zich dan alstublieft. Er komt een spooktrein de andere kant op. U zult hier verder geen last van ondervinden en geen blijvende schade van houden. U hoort het. We hebben spooktreinen. Hier
volgt een speciaal bericht voor een reiziger genaamd Ton in rijtuig 1. Voorhamers zijn niet toegestaan in de treinen van de Rhetische baan. U kunt hem inleveren bij de conducteur. Dank u voor uw medewerking. De trein is door ons heen gegaan en ik heb hem niet gezien. NS Brinks, goedenavond en welkom. Welkom bij de Bernina Pass. Dames en heren, als u links kijkt, heeft u een mooi ongehinderd uitzicht op de vallei van Poschiavo. En als u naar beneden kijkt, ziet u een ander spoor lopen. Het zal u wellicht verbazen, maar zometeen komen wij er ook overheen. Tom 216 uurtjes in de stream en Rutge 140. Prachtige omgeving dit, echt waar. David mij 383 uurtjes en Leo 313. Dames en heren, mocht u nogmaals willen genieten van het uitzicht, dan kunt u nu het beste verkassen naar de rechterkant van de trein. En Erik, goedenavond en welkom en 26 uurtjes in de stream. Heeft iemand een paar bomen gestolen hier? Gaat onze conducteur het volgende scenario voor rijlijninspecteur spelen? Richtlijninspecteur spelen? Als de machinist het goed vindt. Van mij mag het hoor. Oké. Wat is het volgende scenario eigenlijk? Scenario van Trainboy. De Kramrijks Deltalands. Ah. Call for help. Uh-oh. Is Jeppa tegen een... Geel-groen voorsein. Op de Q-toets drukken en afremmen naar 30. Oh, ik dacht even dat Jeppa tegen een raam aangereden was, wat uit de trein gegooid was hier. Je houdt bij deze, als je de Q hebt ingedrukt, dan blijf je 5 keer een melding houden. Tenzij je onder de target speed zit, dan houdt hij op. Maar volgens mij is het 30 namelijk. Dat klopt. Je kunt gewoon de cruise control gewoon naar beneden zetten in deze trein. Dat ze... Volstand lijkt doen ze dat in real life ook. Met een beetje extra remmen. Katera! Dames en heren, zoals u gemerkt heeft, hebben wij weer een boog van 180 graden gedraaid. Dit houdt in dat het mooiste uitzicht nu weer aan de linkerkant zit. Zometeen station Katera. Er zijn hier weinig voorzieningen,
maar wel goede wandelmogelijkheden. Mocht u hier gebruik van willen maken, drukt u dan alsjeblieft op de stopknop. Caldera? Ik zei Caldera. Oké. Okay. Dan zei de machinist dat waarschijnlijk fout. Sorry. Stefan, jij was toch ruiten en deuren aan het oprapen? Hij is rijdend uit de trein gezet. Oh. Mag dat? In dit geval bij hem wel. Oh. Zou ook zou wel leuk zijn als de cabriowagon een keer in Abrein komt. Oh, screeching to a halt. Dames en heren, let u alsjeblieft op bij het uitstappen. De bergwand is erg steil. Ja, en de hekjes zijn niet al te hoog. 3. Oeh. De Rhetische baan houdt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen bij het in- en uitstappen van deze trein. Op een smal perron. Heb nieuws voor Martijn. Heb alle ramen en deuren eruit gesloten. Oh jee. De Rhetische baan trekt wel lekker makkelijk overal zijn handen vanaf, hè? Zeker. Kijk, dit is wel vaker zo. Je hebt op de route heb je 3D-tracks liggen. En dan gaan ze in één keer over in dit. Op dit soort spoor. Een beetje 2D. Zo jammer. En we gaan weer links. Twisting and turning. Dames en heren, mocht u weer van het mooie uitzicht gaan genieten, u kunt nu het beste aan de rechterzijde van de trein in regeling plaatsnemen. Hier komen 6 kilometer naar ons eindstation. Stefan Verkassen weer naar de andere kant. In dit geval de andere kan. Oké. Okay.
prachtige omgeving zo. Dus dat heb ik al waarom onze machinist, of machinist, onze conducteur deze route zo leuk vindt. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik bel de conducteur op, Martijn, even vertel hem dit geven, heb alle ramen en deuren eruit gesloopt. Oké. Okay. Ja, hallo. Hier de reparatiedienst van de RAB. Stuur de rekening maar naar Hengelo. Hengelo. 5 miljoen frank? Oké. Okay. Zo zitten we maar weer met Rob. Rijden met Rob, dus ik kost gewoon half uur extra. Ik heb maar een paar screenshots gemaakt, maar ik heb de intro en wat verteld en wat dan ook, dus. Hengelo, oh oh. Dames en heren, als u rechts kijkt, ziet u een spoorlijn lopen. Dit is de spoorlijn die wij zo meteen ook zullen gaan gebruiken. Smoesjes. Smoetjes. K.O.A. Lap. Stefan. Volgens mij begint het een beetje laat te worden. Machinist, vergeet u niet te remmen. Sorry. Deze brug is niet zo stevig meer. Maar geef wel een mooie opportunity voor een screenshot. And your message was not sent because you're sending messages too quickly. Langzamer typen dus. Kapap? Wat is kapap? Is dat een andere kapau? Dames en heren, beste racers. Binnen enkele minuten komen wij langs station Privilasco. Station Privilasco ligt op 1119 meter boven zeeniveau, wat inhoudt dat wij ongeveer 1100 meter gedaald zijn. Station Privilasco is normaal gesproken niet in gebruik, maar het zou zomaar kunnen dat we er alsnog wel speciaal voor u stoppen als u op de rode knop drukt. Het hobbelt ondertussen flink heen en weer. Heeft niemand gedrukt nog? Ik herhaal, heeft niemand gedrukt nog? Oh, Mark die wil stoppen. Oké. Okay. Dames en heren, beste reizigers, de enige voorziening op dit station is een prullenbak.
Meneer de machinist, houdt u de trein wel even stil? Ik heb volledig op de rem. Ik heb de parkeerrem er ook op staan. Het is Train Simulator Physics. Mark en Tom nog een fijne dag en een prettige wandeltocht naar Poschiavo. Nou, wie heeft het gehoord? Daar kwam even uit de luidspreker bij dat huisje. Binnen enkele minuten bereiken wij station Poschiavo. De retischebaan voor ons hulpigt zich, maar heeft zojuist doorgekregen dat het meer van Poschiavo overstroomd is. Vandaar dat deze trein vandaag niet verder zal rijden dan Poschiavo. De retischebaan neemt dan ook afscheid van u en verwijst u voor de rest van de rit naar Tirano door naar de bussen die vooraan het station gereed zullen staan. U herkent ze aan het postbuslogo. Postbuslogo. Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat u hierdoor mocht ondervinden. Bussen, zeg je pa. Klik. De bussen staan gereed aan de linkerzijde. Ik vind het wel goede stof. Ja, perfect. Dat was een zeer mooie rit. We zijn de hele route over geweest. Het is een echte route. Mocht je nog niet hebben, ik raad hem echt aan om te kopen.
Gewoon echt een geweldige route. En natuurlijk ook bedankt aan onze conducteur voor het omroepen vandaag. Met deze rit. Graag gedaan. Wat dat je leuk vond. Zeker. We gaan ondertussen nog even van een glaasje water genieten en dan... Bellak, je den complete snel succes voor jullie nou. Maak eruit. We hebben één station hebben gemist, denk ik. Vanaf nu inspecteur.